I think it's amazing. It's fabulous. It's a wild one for me. Sorry. Joh, die Range Rover komt vanzelf wel. Deze man is zo fout. Fout, maar goud. Ik liep op een stoepje en mijn slipper bleef hangen. Type zo. Nou, dat heeft echt onze hele vakantie bijna verpest. Het lijkt wel. We gaan gewoon op de zuip. Voor de domme herfst. Ik heb het zo koud. Het zal hier mega stormen vandaag. Nou, het is 1 uur en Marie wil eigenlijk even naar huis. De Reiners is opgepakt in Ibiza met een Leo outfit. Welkom bij deel 2 van Ibiza. We hebben het dezelfde dag even opgenomen, dus we hebben weer dezelfde outfits nog steeds aan. Voor de mensen die het is opgevallen, want ik ga naar LA, dus ik zit met mijn mooie kopje in LA. Als we deze dagboekzetting moesten opnemen, dus vandaar dat we alvast even hebben opgenomen voor jullie. Maar dat vinden jullie vast niet erg. Nee. Kan dus je ook deze hele mooie hoodie bewonderen 2 keer en de Reiners turtleneck? Na heel veel regen in Ibiza hebben we eindelijk zon. Marie, Chris en Ko hadden geen zonnetje meegenomen vrijdag. Het was vreselijk aan het regenen en het was niet lekker. Maar daarna is gelukkig wel de zon weer opgeklaard en hebben we nog een heerlijke paar dagen gespat. Ja, 2 om precies te zijn. We maken heel Ibiza onveilig met Chris, Jan. Dat doen we zeker. Mike en Marie. We hebben gelukkig geen mensen lastiggevallen. Nee, we hebben geen ruzies gehad. We hebben alles eigenlijk heel relaxed en iedereen chill. Ook echt helemaal geweldig grappig, dus dat scheelt ook. Dat scheelt ook. Iedereen een drankje op heeft, iedereen het wel gezellig. Ze hebben inderdaad Ibiza onveilig gemaakt. En jullie gaan een avondje Leo zien. Hoe Leo eruit ziet, welke acts er zijn. Favoriete plek waar ik ooit ben geweest. Dus, En als jullie dachten dat Jan gek was, wacht maar af op Chris. Ja. We hebben zo ons bekende loopje komt ook in deze vlog. Jullie bekende loopje? Ja, I got a duck of dirt. I got a duck of dirt. With David Jones in Hearts Inside. En van welke film is dit? Jack Sparrow. Ik wilde juist niet zeggen, ik kon het graag. Oh, van welke film is dit? I got a duck of dirt. Nee, I got a duck of dirt. I got a duck of dirt. With David Jones Heart in Nou, dat was ons dansje. Ik ging stuk. We hebben zo gelachen met z'n allen als familie. Niet normaal. Dus blijf subscriben, blijf ons volgen. En love. Misschien hebben we met deze deel 2 al de 40.000 abonnees gehaald. Ik hoop het. 5.000 in een week. Let's do this. Okay, hallo. Are we ready? Woo! Dat is verschil misschien tussen ons. We gaan even lekker ontbijten. Oh, dat ziet er lekker uit. Heb jij dan? Oh. Wat heb jij genomen? De posh breakfast. Oh, het ziet er lekker uit. Ja, we zijn allemaal jaloers op zijn breakfast. Maar je hebt heel erg honger. We hebben vandaag gewoon even heel de Stino afgehuurd. Laatste plaats. Nee, grapje. Wij zijn niet weg geweest. We zijn gisteren zijn we hier uitgegaan. Hier zo achter stonden we. Mega druk. En nu is het beest wel shit weer. Maar Jan en Marie zijn gewoon het zwembad ingesprongen. Welke gekken liggen er bij de Stino? Wij. Wat gek. Maar jongens, er komt mooie lucht aan. Jawel. Kijk, daar zie je het. En of we lol hebben hier. Jij ook. You can do it. Body goals. Die neus ook altijd vasthouden. Wilt u hier niet schreeuwen, mevrouw? Wat had je nog in je zak, Jan? Je oplader. Oh. Vandaar dat ik zoveel energie heb. Kijk er nou koud te zitten. Wijfie. Wijfie. Ik ben meteen koud. Ja, maar mijn wenkbrauwen zie je dus niet op deze vlog. Ik heb gewoon geen wenkbrauwen. Hoe kan dat nou? Hey coachje. Hallo. Wat het mooie weer nou. Ik heb het zo koud. Fuck sake. Fuck sake. Ja. Dit is hoe je Ibiza doet. Ibiza. Ibiza. Salut. Salut. Salut Jan. Salut motherfuckers. Salut. Salut coachje. Ta-ta-ta-ta. De burgers in the house. Oh lekker. Zo, kijk met die donkere lucht. Oh jongens, het regent echt hard. Hebben jullie ooit regen gezien in Ibiza? Nou, wij wel. Het regent echt hard. Oké, okay, we komen net van het strand af. Het regent harde stelen. Zo even omgekleed. En we gaan even naar oude Ibiza-stad. Kun je beter een taxi doen met een pontje? Ja, zoals wij weer denk ik weg. Ja, de pontje is 4 euro per persoon. De taxi is 10 euro. Per persoon? Nee, 20 heen of 24. Nou, minder koud is de taxi sowieso. Sjoel, wie heeft de sleutels? Sjoel, wil je deze pakken? Waar is die rode Ray-Ban? Die zwarte Ray-Ban? Nou ja, het was wel een teringsmooi. Nee. Jawel. Nou, mijn kledinglist zit gewoon in de kast hoor. Jan, mijn kledinglist zit in de kast. Ik wil niet voor jou liever op.
Hey, do you have sunny, sunny gloves? It's a little bit sunny. Je ziet het niet. Nee, nou, ik kan wel even daar kijk staan. Kijk dan. Ik spring in de plas. Ik ben in 10 minuten ben ik per week. Nou, vissersmenshetje is ook niet lang genoeg. Het lijkt wel. We gaan gewoon op de zuip. Voor de domme herfst. Ja, we gaan naar de zuip. Zij is wereldberoemd. Ja. Frida. Zij is echt heel erg beroemd. Wat is er dan? Hier, serieus. Ja. Nou, ik ken het gewoon. Een slappe ouwe. Nee, dit is haar. Dit is een gebrek aan kennis. Een feminist van vroeger. Oh, we houden ervan. Feministen. Hollé, 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 hollé. We are right. Mijn camera valt zo uit elkaar. Jongens, wie is dit? Frida. Ja, maar dat is echt waar. Nee, het is een grap. Nee, het is geen grap. Is echt hij zo. Wist gewoon wie zij was. Kijk nou. Ik heb een flower. Stel zich. Oh, ik had je echt. Oh, dat had ik zo leuk gevonden. Oh, lekker. Het regent nog steeds. Ga maar ergens schuilen en zo wat drinken. En straks naar Nilo. Hallo. Dan. Oh, hello, love. Hallo. Kootje. Hallo. Lekker naar binnen. Salut. Is het lekker? Wat is dit? Cheers. Cheers op de great party trip. Cheers. Bibita. Gadverdamme. Oh, ik krijg gewoon helemaal tinteling door mijn hele lichaam. Oké, dit is Daredevil. Niet uitglijden. Dan heb ik het op film staan. Daar gaat hij, je bent te laat. Woehoe! Wat een gek, wat een gek, wat een gek. Imbeciel. Imbeciel. Gekste van de familie. Kootje, we zijn weer gezellig samen. Zie je hoe oranje mijn beeld is? Ja, met een worteltje. Met een wortel. Hoe leuk was onze vakantie in Ibiza? Op de schaal van 1 tot 10 was het echt 100. Alleen het weer viel 2 dagen tegen, dus dan werd het wat minder. Nee, het was echt super gezellig. Jan die was 25 jaar geworden in augustus. Dus wij hadden met familie hem dit als cadeau gegeven om samen naar Ibiza te gaan en te partyen. En we hebben het goed gevierd ook. Ja, we zijn naar de Hike Black Coffee geweest. We zijn naar Leo geweest. Leo is het leukste wat ik ooit heb meegemaakt. Wat we ooit hebben meegemaakt. We hebben heel veel parties gepakt wat we normaal niet in maar Nederland doen. We hebben ook doen. Heel veel leuk uit eten. En we hebben een beetje gewinkeld en ook echt wel veel relaxed. Dus we hebben wel alles eruit gehaald wat erin zit. Ja, maar in Nederland gaan we niet zo vaak uit, maar daar wel. Omdat het daar gewoon veel leuker is dan hier. En we gingen alsnog om 9 uur aan ontbijt. Omdat we dan wel echt nog de hele dag in de zon willen liggen. Dus we hebben echt van 6 uur ochtends tot 9 uur echt alles uit de dag gehaald. Oké. Suicide Squad. Ja, ready. Ik probeer mijn gezicht niet op film te hebben, maar dat lukt niet. Ik zie mezelf eigenlijk niet. Oké, iedereen klaar? Deze dans ziet sexy uit. Laten we even Ibiza zien hoe het moet. Yeah, party hard. Ik heb nog één kamertje. Ja, mag ik wel helpen? Ik wil de kaart. Oeh, het is vrucht. Ja, lekker. Tiltje, we zijn er. Wij zijn dus nooit bij Leo geweest. Nou, misschien zijn wij de enige. Ik ga weer binnen gaan. Oh ja, een leuke foto. How nice. Super leuk tent. En Cody glimt heerlijk hoor, girl. Hoe leuk was dat? Al die vrouwen, zo te beelden. Zo'n pak zou ik ook wel elke dag aan willen. Hoe leuk is deze Leo-kaart? Die tijgers, elke pagina is gewoon anders. Oh, wat heeft ze gedaan? Oh nee! Pak het troepje, holy shit! Ik denk wat voeling, ik voel mijn hele voeten nat worden. Oh, het gebeurt ons weer. Hey! Zijn we nog wel eens? Mannen. En de vrouw. Romantisch dit.
Allerleukste herinnering was Leo. Ja, dat wil ik ook zeggen. Ja? Ja. Ik denk ook wel dat ik het leukst vind omdat we een keer echt als familie erbij hebben. Echt een hele leuke groep hadden. Ja, love you all girls. Leo is een eetavond met allerlei verschillende acts. Goochelaars. Er was voornamelijk veel dansen. En ja. Geweldige outfits. Dus we willen dit misschien voor ons motion gaan doen. Dus heb je nou een speciaal iets of act? Stuur naar ons door via reinsmetje@gmail.com. In het begin schrik je dood van de kaart. De duurste kaart die ik ooit in mijn leven heb gezien. Hoofdgerecht van €80 en hoofdgerecht 100 tot 200. Maar het is wel gratis entree. En alles, we hebben iets van 50 shows gehad. Dat is niet was meer. Niet normaal. Was echt niet normaal. Insane. Dus als je nu daarheen gaat en je denkt, wat de fuck hebben jullie me aangesmeerd? Het is het waard. Maar wel in het weekend. Ja, vrijdag, zaterdag. Dat zijn denk ik de beste mooiste avonden. Shows. Ja. Mooiste vrouwen op aarde. Als je single bent en je kan geen mooie vrouw vinden. Nou, Leo zijn de mooiste vrouwen. Daar zijn alle vrouwen en in. En gewoon wel 60 stuks. Niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel mooie mensen gezien op één plek. Elk pakje wat ze aan hadden wilde ik hebben. Op een dag, want we gingen ook wel kapot. Op een dag gingen we ontbijten. Bij cappuccino. En alle setjes gingen buiten. We waren echt zo'n stukje gestaan om het mee te pakken. Want we dachten, ja. Ja, straks worden we gepakt en zegt de Reiner staat is opgepakt in Ibiza voor de Leo outfit. Dus dat hebben we even niet gedaan. Ik heb het nogmaals wel gevraagd aan Jan, Chris en iedereen om ons heen. Maar die hebben het helaas ook niet gedaan. Dus heel jammer. Dus als iemand in contact is met Leo over die outfit, denk aan ons. Ja, wij gaan wel zo staan. Ik ga er ook zelf wat tussen staan. Good morning, good morning. I'm very happy today because there's sun. Dan een beetje bijvoorbeeld. Maar gisteren was de hele dag regen. Maar het heeft wel echt de dag goed gemaakt met Leo. Wat een show is dat. Oh my god, als je er nog niet bent geweest. Chris en ik vroegen ons af waar we zijn gebleven al die tijd. Wat? Vroegen we ons af? Waarvoor wij nooit in Leo zijn geweest. Ja, daar horen wij. Dat is ons leven. Daar horen wij thuis. Als ik in Ibiza had gewoond, wilde ik echt zo'n danseres zijn. Holy shit, wat een lichaam, zeg. Dan zouden wij echt werken. Ah, ja. We zouden echt zo'n duo danskappel zijn. Wow. En wij gaan nu naar CBBC. Lekker chillen, strand, eten. En ik draag een bikini van Riffold en een Sarah bikini. Oké, we zijn aangekomen op ons favoriete plekje. Ik heb de Reiner slippertjes aan in blauw. Een leuk tafeltje. Heerlijk. Wij gaan hier wel even ons dagje doen, hè, coachje. Eindelijk. En het is nog niet echt heel veel zon, maar we hopen dat hij erdoor komt. Gezellig. Daar zitten we hoor. Ik heb een scrambled eggje met een yoghurtje en een smoothie. En this view. Ik heb precies hetzelfde. Ja, wij zijn tweeling today. We hopen eindelijk op een beetje mooi weer vandaag. En we gaan nu lekker op. Ik heb Elja. Chris, maak alles vies. Azo. Oeh, lekker hoor, coachje. Zou ook wel lekker uit, coachje. Heb je gewoon een pokeball en sushi? Hongerig. De paella? Yes, for me please. Mwah. Oh, zo lekker. Oh, een hartje. Zavetas. Zapata. En alles is op, of course. Ik heb hier mijn teen gestoten. En daar is blood everywhere. There is blood everywhere. Ik ga het even beter filmen hier, wacht. Ik heb zojuist mijn teen gestoten. Kijk jongens, it's a whole blood in the... Oh my god, ik heb mijn voet opengehaald. Ja. Typisch, sorry. Jezus, zijn niet normaal. Oh, ik doe veel meer pijn dan net. Oh, super dan, zeg maar. It's story for life. Oh my god. Ja. En teen ligt open. Wauw. De ene hier. Ik heb mijn andere gekot. Hoezo heb je gekot? Ja, hoezo heb je gekot? Van mijn voet. Waarom? Bloed staat erin. Wat was er met mijn teen gebeurd?
Ja, nou, zoals jullie misschien niet weten, ik stoot 10 keer per dag meteen. Inmiddels zien mijn voeten er ook niet uit. Dat ga ik jullie niet laten zien. Dus wat gebeurde er? Ik liep op een stoepje en mijn slipper bleef hangen. Dus ik glijde met mijn eigen teen door. Zo naar beneden. Dus mijn hele vel lag eraf van mijn teen. En ja, Jan moest er van kotsen. Aangezien Mike dus mijn bebloedende bakje als grapje... Zijn tong zo in nee. Als grapje. Maar hij ging er niet. Dus Jan die moest kotsen. Maar ja, dat soort filmpjes. Ik ga me vaker filmen hoe vaak ik meteen stoot. Kan ik het een keer in een edit doen. Hoe klunzig wij zijn. Over het algemeen zijn wij erg klunzig. Erg klunzig. Ik denk dat alle meisjes best wel klunzig zijn. Nou, ik denk dat wij wel heel klunzig zijn. Cheers, coachje. Cheers. 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 Wij zijn alweer buiten. Cheers, Maaike. Jij bent ook familie, man. Jij bent ook family? Nee, maar je bent al family van. Ik heb het vorige jaar echt niet gefilmd. Dus dat is een beetje jammer. Maar dit was een hele lekkere salade. En dit waren hele lekkere biefstukjes. Oh, kijk hier naar dit sushi cootje. Even aan jouw saus. Dat mag. Lekker chill. We moeten de avond nog beginnen met Black Coffee en Jan is al helemaal aan. Hij zegt nu alvast sorry voor wat de avond gaat brengen. Voordat ik hem proef, de billing. Jongens, ik nodig, hè? Ga hier bij jou. Nou, gaat ie? Komt ie, hè? Ja. Straks dan. Kippenvel, kippenvel. We moeten hem naar huis dragen, Chris straks. Steen, papier, schaar. Wie doet het? Eén. Heel rare. Nou, het is 1 uur en Marie wil eigenlijk even naar huis. Marie ligt normaal 3 uur lang in de bed, maar we gaan er een leuke avond van maken, Marie. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens? Ja. Mike wil niet op de vlog. Het is Mike. En Coco heeft het ook naar haar zin. Oké, we zijn bij Black Coffee, bij de Hai. En we zijn fucking fit. We gaan er een leuk dansje van maken. Jan, kom je? Oké, wij gaan nu via P, backstage. Fucking Jamie Jones. Ja, die ken ik niet, Chris. Ja, ik wel. Oh, ik heb het wel koud. Ik ben hier niet zo blij mee. Style. Everything, you know? What? Fly. What up? Ready for the Tino? Will I my back, bitch? Go. Ik ben ook weer klaar voor een heel dagje. We zijn gisteren uit geweest. En ze waren om 6 uur. Koning ging om 4 uur naar huis. Watjes, poesies. En we gaan nu naar de Tino. Ja, we gaan eerst ontbijten. Zijn we klaar? Oké. Huh? Wat? Oh, hij geeft helemaal open. Het is een beetje vies, hè, de lens? Ja, eten. Oké. Marie en ik zitten al een hele dag met iedereen bij Destino. En we waren vergeten te filmen, want het was de eerste dag dat het mooi weer was. Anders zie je het denk ik niet. Het was de eerste dag met mooi weer, dus we wilden het zo goed benutten. Je ziet aan mijn gezicht dat ik ben verbrand. Gelukkig hadden we zon. Ik heb deze hele mooie bril gekregen, omdat ik even kan zien. Het is van echt een solid gold. Bizar. I think it's amazing. It's fabulous. I'm going to golden this life. Yes. Julie, van wie hebben jullie fantastische gouden zonnebril gehad? Nou, laat het even de kijkers raden. Ja, daar gaan we nog niet van. Nee, die heb ik van Mike gekregen. Van Linda Farrow. Een super mooie bril. Die ga ik ook meenemen naar LA. Super blij mee, maar we delen hoor, jongens. Want ik ga niet allerlei cadeaus aannemen zonder te delen. En we hebben dezelfde stijl als het schild. Dus we gaan beide de bril dragen, maar super blij mee. Chris is ook in zijn habitat, is Versace jas. Ja, ik had het vroeger gefilmd. We zeiden fout en goud. Nou, fout en goud. En ik juich goud. Heel goed. Regen, sorry. En we gaan vanavond naar Bambuda. Dan gaan we wel eventjes onze outfitjes beter filmen. Ja, we gaan helemaal all the way. Mag ik dat zwarte jumpsuitje aan die je al hebt aangehad? Welke? De korte? Ja, van Romeo uit de winkel. Zullen we mag je aan? We hebben kutlicht. Kutlicht. En we zijn super melig. Ik wil een selfie maken, maar ook dat lukt niet. Nee, niet. We hebben geen goed licht. Hoe leuk zijn we met onze vissershoedjes? Doei! Zo onaantrekkelijk, maar zo leuk. Ik vind die zo heel onaantrekkelijk hoor. Die is wel goed licht. Let's make a picture. Laat mij een selfie. Leuk zo. Nou, laten we toch nog geen selfie maken. Nee. Ik ben ietsje verkleurd vandaag. Zelfs de wc's zijn hier mooi. Ja. Hoe mooi is mijn bikini? Kijk! Ten lights! Jullie kunnen wel een foto maken straks. We gaan mijn ten lights zien. Ja, dat is gewoon
oneerlijk. Kijk, ik heb het ook best wel. Zo mooi. Die lijken we ook heel slank zijn. Nou, dit is gewoon best voor ons lichaam. Trek post. Big, big body. Got a big, big body. Hoe lekker is het hier, jongens? Beautifully, Destino. En zo duur is het niet, wat mensen denken. We hebben zo'n heerlijk bedje nu voor 40 euro. Het is wel prijzig, maar het is wel de normale prijs. En Sjoen, ik ga nu een goede foto proberen te maken. Chris, hoe voel jij je? Helemaal thuis. Van mezelf voel ik me. Yeehoe. Dantje. Kijk, look at this. Wow, bam. Doe even keer nog je heupje. Moet ik even mijn heupen bewegen? Je heupje. Wat? Oh, ik had je akte. Niet zo wat, nooit van mij. Sorry. Je bril, kijk uit! What a life. Ja, die bamboe is opviel. Wel. Nou, dat is een korte samenvatting. Denk ik hoe gezellig dat we hebben hier. Ik ben een beetje duizelig van die acht sangriaatjes. En we gaan gezellig bij Bambuda eten. Ik ga lekker naar bed, hoor. Ja, jij hebt ik ga helemaal niet meer mee. Nee, jij hebt het wel gehad vandaag. Ja, het is wel mooi. Ik ben de auto weer. Godverdomme. Ach, joh, die Range Rover komt vanzelf wel. Deze man is zo fout. Fout, maar goud. Fout, maar goud. Nou, gaan we even omkleden, hè? Heerlijk. We gaan shinen. Ik wel. We gaan shinen. Doen we allemaal ons dansje? Oké. Oh, it runs in the family, DC. Jules denkt dat Jan niet gaat doen als we uitstappen. Wat denk jij, Chris? Ben je helemaal buiten adem van je loopje? Classic. Ik weet het bijna zeker. Ik weet het niet zeker. Ik durf het niet meer zeker. Wat is dat dan? Dat is Mike. Oh, ja. Oh, dat is nou een beetje jammer. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Janner. We dachten, hij gaat sowieso wat doen. We zitten gezellig bij Bambuda. Oh, alles voor Instagram. We hebben superwerkjes. Oh, Jules, wat hebben we niet? Wat hebben we niet? Carpaccio. Dimsum. Lekker piozaatjes. Piozaatjes. Paribs. Yes. Hamburgers. Hamburgers. Shots voor de nooit. Oh, de burgertje is voor mij. We gaan naar Limoncello. China herhaalt zich. Op Ibiza. Yes. Op alle mooie vrouwen. X-factor in de familie. Op jou. Oké, talas. Talas. Marie, pak even je sushi, dat is lekker. Fuck you. Enjoy, Mary, you deserve it. Eet smakelijk allemaal. I fucking love you. Echt waar, jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie familielidschap. Kijk je mannetjes daar, upscreen, maar niet uit. Nee, echt waar. Dank jullie allemaal van de bodem op mijn hoofd. For your presence. Energy, your love. Well. Ja, yeah, oké, okay, cheers. Met zo salsa. Wie is er gekker, Jan of Chris? Of ik een hele lastige. Op een andere manier. Chris heeft echt een droge humor dat je echt denkt, hoe kom je erop? En Jan is altijd in voor een feestje. Ja, ik denk dat Jan wel eerst bijvoorbeeld naakt. Jan heeft eerder scheid. Chris heeft nog wel dat hij denkt, oh dat kan echt niet. Dat heeft Jan niet. Jan heeft geen rem. Nee, dus we zijn allebei even gek, want het is onze familie. Daar zijn we ook onze beste vrienden altijd. Maar op een ander niveau. Je kan met beiden lachen en met elkaar hebben ze ook heel veel lol gehad. Zoals jullie misschien gaan zien in de vlog. Ja, dat Jan opeens in een boompje springt en jullie doen je loopje. Ja. Oh. Nou, daar gaan ze alweer. Chris, ik vind het niet leuk. Ik ook niet. Hoe zijn je godsnaam een dag eerder weggegaan? Ja, dat is echt super dom dat we dat niet hebben afgestemd eigenlijk. Dat vraag ik me echt af. Ja, dat we waarom we nu eigenlijk weggaan en niet morgen. Allemaal zielige gezichtjes. We zijn door de douane heen. We komen net achter dat we vertraging hebben. Dus ik had gewoon godverdomme nog even uit het zwembad kunnen liggen. En ik heb nog steeds mijn badpak aan. Ja. Jawel. Maar het was echt een geweldige party hardy. En ik ga morgen er weer heen met Jai. Ja, je gaat gewoon weer terug morgen. Maar het regen de hele week. Dus alsjeblieft, duim voor mij. En we hebben nu niet Leo en ook geen izakaya, maar een airport sushi. Just what I like. Ja. Yeah. Oké, let's day Ibiza. Het zal hier mega stormen vandaag en het is about to start. Alles vliegt om. Zelfs Jan vliegt om. Marie heeft ook de vlucht gecanceld. Die komt niet meer naar Ibiza. Heel erg is, maar in dit weer wil je ook niet zitten. Ik zit hier met een toepje op bij Destino of zo. Die ging ik de hele tijd al. Het zijn volgens mij ook echt een van de weinigen. Kom ook bij ons schuilen, Jan. Pak een handdoek. Oh!
Jawel. Dit zijn mijn laatste momenten op deze aardbol. Nee, Jan. Volg wel mijn Instagram als ik er even achter ga. Even een tootje naar mij. Zullen we op die bank gaan zitten, Jan? Oké, we zijn verplaatst van daar naar hier. Op de bank. Regent keihard bij Destino. We gaan nu een hamburgertje eten. En waarom ben ik zo oranje op deze camera? Maar ik ook. Ik heb gewoon geen wenkbrauw op de camera. Ik ben gewoon mega oranje. Ik ga niet oranje. Zien met mij zonder wenkbrauw. En we hebben weer een burger opstaan. Jawel. Burgers, burgers. Maar fucking nooit nee, tegen het licht in. Nou, je ziet echt geen fuck, hè? Oh, wat heerlijk. Dit maakt mijn dag helemaal goed. Thank you. Daar is hij weer, hoor. Waar is de extra truffelsaus? Zonder saus geen we geen burger. Zoveel burgers hebben wij gegeten. Hebben jullie ook iets anders heb gegeten? Ik wil net zeggen. De Sino staat bekend, vinden wij, om een truffelburger. En wat fucked up was, de laatste dag. Ja, hadden ze dus aan mij gevraagd, dan zit er misschien ook een eitje op. Nou, dat heeft echt onze hele vakantie bijna verpest. Tuurlijk wil ik er een eitje op. Maar in ieder geval, dus als je naar de Sino gaat, neem een truffelburger met extra truffelsaus en ei. Hebben jullie nog iets anders gegeten? Paella. Paella. Dat is fucking lekker. Sushi. Heel veel sushi. Sushi. Heel veel sushi. Isakaya ook heel veel sushi. Heel veel sushi. En ook sushi. We hebben heel veel gegeten. Ik ben van China tot nu 4 kilo aangekomen. Nou, je zou niet zeggen. 4 kilo. En ik mis 2 nagels maar. Dus 4 kilo. Ik niet. 4 kilo aangekomen. Dus ik heb zeker goed gegeten. Van het leven genieten in ieder geval. En ik zou daarna met mijn vriend gaan naar Ibiza. Maar natuurlijk heb ik de enige week geboekt in Ibiza waar het dus regen, hagel, wind, stoten waren. Heel fijn. Dus dat heb ik moeten cancelen. Ja, je had wel mazzel, dat heb ik niet gecanceld. Ja, dat moet. Ja, ik had het gecanceld en ik was achteraf wel heel erg blij dat het gecanceld is. Want het was elke dag regen en op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je bedoelt. Ja, dat was wel heel erg voor je. Dus Marie, die is helaas niet op vakantie geweest, die is 4 dagen naar Ibiza geweest. Ja, nou alsnog party hardy. Party Harley. Dus ik wil later in het jaar. Terug in Nederland hebben wij een afspraak voor ons. Wij hebben een nieuwe samenwerking met Real Hair Online voor ons gebruiken. Want wij vinden het gewoon insane en vinden ook wel een soort statement, trademark van Reiners om bij elke shoot nu helemaal uit te pakken. We gaan nu onze nieuwe collectie shooten in Ibiza. Begin oktober. Dus oh my god. Daar gaan jullie ook allemaal in meenemen, maar dat houden we nog een beetje geheim. Dus blijf kijken en blijf abonneren. Love Reiners. Ik ga je zien in LA. En ik niet. Ik blijf hier thuis. Kantoor in de regen.